verbaal gebeld, dat ze me uitschelden. Hebt u wel eens te maken gehad met zinloos geweld? Ik ben wel eens weggelopen voor iemand bijvoorbeeld die met een mes aankwam. Dat ik dacht van, oh... Heeft u wel eens te maken gehad met zinloos geweld? Niet vaak, maar wel eens. Met name met oud en nieuw. Hè. Dan is er een drankje bij en dan is iedereen een beetje los. En dan wordt er wel vuurwerk gegooid en grove taal gesproken. En we hebben wel eens een keer gehad dat de auto ook wel beschadigd is daardoor. Ja, dat is wel eens voorgekomen. Wil je 1 en 2, dan staan ze paraat. Het zijn onze hulpverleners. Een gat in je benen, een blaar op je teen. Maar tegenwoordig staan ze zo vaak alleen. Respect, respect, respect is er niet meer. Daarom maken wij een punt. Nee, dat is echt geen stunt en geen respect. Als je dat kunt, zo wordt ons land. Denk ik een onderzoekje naar. Dus ik denk als daar wat meer bekendheid komt over ons werk ook en met wat voor intentie wij dat doen en dat ook, het wordt op het moment ook echt wel flink afgestraft. Als je een hulpverlener bestraft, maar dat zul je ook wel van andere hulpverleners gehoord hebben. Dus ik hoop dat een beetje gaat werken. Kan daar wat aan gedaan worden? Ik denk veel aandacht vragen en door middel van campagnes in ieder geval verlaat hulpverleners met rust. En ik denk niet dat er voor de rest heel veel aan te doen is. Ik denk dat mensen elkaar een beetje in de gaten moeten houden en elkaar bij moeten sturen. Dat zou wel mooi zijn. Ja.